Wij moeten er eerst uit. Ja. Hallo. Oh, Pavarotti. Ja. Ja. Oh, de meneer uit de krant. Ja, die meneer uit de krant. Ja, die even mee. Succes. Ja, geweldig. Goeiedag. Toen ik dat hoorde en zag. Ja, waar is dat nou? Je vindt het prachtig natuurlijk. Maar van een andere kant dan denk je, hoe komen ze daar Sims naar bij? Waar heb ik dat aan verdiend, om het zo maar te zeggen? Maar het was prachtig. Ik kijk er nog iedere keer naar, als ik er langs loop, hoor. Ja. Nou, ik vind muziek heel leuk. En ik vind het heel leuk om zelf te zingen. Het is als de tekst tenminste begrijpelijk is. Anders vind ik het niet leuk. En ik word er altijd heel vrolijk van. Ja. En ik kan het goed gebruiken om frustraties weg te werken. Als ik dan even ga zingen, dan ben ik het gelijk kwijt. Op het moment dat je de diagnose krijgt, dan val je in een hele diepe kuil. Dan denk je, ik kan niks meer. En mijn missie is eigenlijk... om te zeggen van, dat moet je helemaal niet doen. Probeer dingen die je mooi vindt en uitdagingen, ga die aan. Maar dan wel kortstondig, omringd met veiligheid. Zodat een foutje je niet kwalijk genomen wordt. Ik heb een boek geschreven over dagelijks leven met dementie. Daar heb ik 2 jaar lang mensen voor gevolgd in hun dagelijks leven. En één daarvan was Nico. En Nico die vroeg zich steeds af, ja, doe ik nog wel mee? En op een zekere dag begon hij te zingen. Wir setzen uns mit Tränen nieder. Hij moest zich overgeven aan zijn lot. Dat hij niet overal meer aan kon meedoen. Sterker nog, dat hij zich nu moest ook overgeven... aan het feit dat zijn leven hier stopte, letterlijk. En die vraag, doe ik nog mee, mag ik nog mee blijven doen in het gewone leven? Ja, dat is de spijker op zijn kop voor mensen met dementie. En juist omdat hij het slotkoor van de Matthäuspassion zong... bewees hij voor mij, ja, mensen met dementie kunnen veel meer dan dat je denkt. Dus toen was de stap naar zingen... met mensen met dementie en hun stem te laten horen... door ze zelf mee te laten zingen in een gewoon koor... eigenlijk heel snel gemaakt. Het participatiekoor is een koor waarin... mensen met dementie volwaardig mee kunnen doen... en mee kunnen doen en hun eigen hobby kunnen uitoefenen... zoals ze dat vroeger ook hebben gedaan. En dus niet verbijzonderd worden... omdat ze nu in een dementiekoor zouden zingen... Het is een gewoon koor. Maar met dat verschil dat zij daarin de ondersteuning krijgen die zij nodig hebben. En om dat mogelijk te maken, hebben we de mantelzanger. Als den wil ik dich fassen in meinen arm und schoß. Lastig, hè? Ja, maar hij komt wel.
Ja, maar die moeten we dus ook gewoon zingen. Ja, ja. Zullen we van het stuk nog een keer van beginnen? Nog een keer van C, ja. Hè, wat raar is dat? Dan zou die lager moeten zijn. Ja, moet die lager. Mm. Ik doe alles op gehoor. Dus ik moet het al 10 keer afdraaien van een cd. Dan zit het pas. En met de Alzheimer die ik heb, ja, wordt dat nog een stukje zwaarder. Omdat je geheugen je achter... Het korte termijn geheugen, dat gaat heel snel achteruit. Deze komt en dan moet je dit doen. Oh, oké, ja. Hé, hey, wacht eens even. Waar is... Ik had alles afgeplakt voor je. Ja, maar ik kreeg een hele nieuwe set. Maar het klopt wel, het klopt wel. Het ging eigenlijk heel makkelijk. Alleen de laatste keer had je bij die dubbelkorig, ja. Je mag maar 1 koor zingen, dus je moet wel de goede partij kiezen. En toen had ik het afgeplakt. En later heb je het allemaal toch weer weggehaald. Dus dat was niet zo'n goede keuze voor mij. Kees is eigenlijk de mantelzanger die het koor heeft voor alle deelnemers. Die is er sowieso, die staat letterlijk naast me. Je hebt gewoon een anker waar je aan kan haken en huppakee, daar gaan we. En hij heeft dus wat gezegd, jij zingt het beter als ik nog. En dat had te maken met een paar kleine dingetjes waar hij de mist in ging, dat ik die wel goed had. En ja, dat is natuurlijk weer helemaal kicken, dat het wederkerig wordt. Ja, zo kan je het ook doen. Wat voor jou? Ik vind het gewoon fijn om samen tijd door te brengen en iets leuks te doen dan. Want alleen maar koffie drinken, nou, dan ben je op een gegeven moment ook wel uitgepraat. Of samen wat eten. En het leuke is als je samen wat leuks kan doen. Dus wij wandelen veel samen. Of we doen samen hier iets in huis. Dus meestal wasvouwen of koken. En samen zingen is ook een van de dingen die wij samen doen waar we heel veel plezier aan hebben. Dus ik zie dat niet zozeer als mantelzorg. En ik denk zelf steeds, ik ben ook heel erg herinneringen aan het bouwen. Als je samen leuke dingen aan het doen bent, dan bouw je aan iets waarvan je later weet, daar gaan we nog aan terugdenken. Ik vind dan ook, als je begint te zingen alleen, en dan komt Brechtje naast mij staan bijvoorbeeld. Hè. Het is gelijk een soort saamhorigheid ik denk dat eens ik Brecht daar zo staan, hè, en dan denk ik, ja, als we nou hier stonden, nou, dan sprong ik gelijk op en dan gingen we lekker samen zo zingen. Mag wel. Hè? Mag wel. Ja, ik weet niet hoe Brecht dan is. Als je de mantelzorg zo vorm kan geven dat het samen leuke dingen doen is, dan is het makkelijker, denk ik, dan dat het heel verzorgend wordt of heel veel gaat vragen van je, omdat je heel veel moet geven. En als je samen leuke dingen doet, dan voelt het minder als alleen maar geven. De ene keer is het heel zwaar, zeg maar, omdat ze het niet... echt niet begrijpen. Dan moet je echt heel hard werken, zeg maar. En dan weet je ook, er zit weinig resultaat. Maar we gaan gewoon door. En bij de ander is het, zoals bij Frank, heel makkelijk. Je gaat naast hem staan en hij zingt. En dat samen zingen kan leiden tot wat Frank ook wel boventonen noemt. Ja, dus dan hoor je op een gegeven moment een extra toontje. En je hoort je eigen stem niet meer. Je hoort zijn stem niet meer, maar je hoort een klank. Een soort samenklank. Ja, dat is een lekker gevoel. Als 2 stemmen samenkomen en je hebt dan die ene stem, zeg maar, het ene geluid, dan speelt dementie helemaal geen rol. Ik wil dierbaar je steen ver achter.
begon ermee dat na het eerste concert, waar we een uitverkochte kerk hadden, ik telefoontjes kreeg uit het hele land van ik heb het gezien, want ik ben erbij geweest, of ik heb gehoord van iemand die erbij is geweest of via via, dat het zo geweldig was. Kan er bij ons in Groningen, in Roosendaal, in Berg op Zoom, in Leiden, in Bergen ook een participatiekoor opgezet worden. Daar was ik eigenlijk helemaal niet op voorbereid, want aanvankelijk wilde ik alleen maar een soort van statement maken van kijk, dit kunnen mensen nog. Maar toen die vraag voorgelegd werd, dan heb ik de stichting opgezet. En al vrij snel zijn we van 1 naar 3 koren gegaan. Hebben we nu 5 koren in die 5 jaren. We hebben ook een tijd dingen niet kunnen doen vanwege de coronapandemie. Dus wat hebben we gedaan? Mensen met mantelzangers hebben we aan de mensen met dementie gekoppeld. En even kortweg gezegd, thuis achter het beeldscherm gezet. En iedere zaterdag een livestream vanuit Bussum verzorgd. Waar we een koor, een klein koor hadden. Wat toegankelijker was voor iedereen die wel durfde de repetitievloer op te komen. Om dan samen met ons en zangers van het Groot Omroepkoor op de zaterdagmiddag te gaan zingen. Met de camera's erop, waarvan we het livebeeld meteen doorsturen naar de mensen thuis. Goedemiddag. Het is 26 maart, zaterdagmiddag 3 uur. Hier zijn we weer vanuit de Evangelisch-Lutherse Kerk in Bussum. En we gaan op weg naar 10 april voor de uitvoering van de Matthäuspassie. Nog eentje. En nu de hoge aan. Oké, genoeg. Nee, het lijkt me wel een beetje af. Een stuk beter, bericht niet. Ik merkte ook dat het heel erg fijn was om samen te zijn. En doordat je samen zong, je echt een onderdeel van het geheel voelde. Nou, daarnaast zag ik in de praktijk dat er ook mensen die eigenlijk bijna hun mond niet meer open doen, bij het zingen van de Matthäus plotseling een beetje wakkerder worden. Een dame die eigenlijk alleen maar een beetje met haar handen mee zat te bewegen. Daarvan zei de activiteitenbegeleider toen er een keer een verkeerde noot werd gespeeld, dat ze aanging. En zo'n klein voorbeeld maakt duidelijk dat mensen toch wel snel die herinneringen van vroeger terugpakken bij het meedoen aan de Matthäus. En daarmee ook weer een ervaring, een plaatsvervangende ervaring hebben van toen. En dat ook heel fijn vinden. Even kijken hoor. Of ik kan vinden waar die staat. En dat is de moeilijkheid. Ja, dat is een moeilijkheid. I'm ready, my brother. Daar ben ik. Hard genoeg, hè?
chariot in the morning, Lord. I'm gonna ride in the chariot in the morning, Lord. I'm getting ready, I'm getting ready Lord, for the judgment day, my Lord, my Lord. Are you ready, my sister? Oh, yeah. Are you ready for the journey? Oh, yeah. I'm gonna ride in the chariot to see my Lord. Als je ziet dat de gewone alledaagse dingen en daar ondersteuning bij biedt, om dat mogelijk te maken, zoveel voldoening geeft aan de mensen en zoveel positieve gezondheid brengt en ze daardoor minder zorgvragen hebben, dan is het mijn missie om met kunst en met de normaliteit van het dagelijks leven dat door te ontwikkelen, zodat dat eigenlijk een plaats krijgt binnen het zorgspectrum. Gaan we naar opa? Ja. Kom binnen. Ja. Hey. Hey. Hallo. Ik kom uw kleren brengen, pa, voor morgen. Ja. En uw overhemd? Ik heb alles netjes gestreken. Als ik zag hoe hij meedeed met die repetities, of als hij erover begon te praten, over het koor, dan gingen zijn oogjes zo twinkelen. Dat was echt heel leuk om te zien. En die dames hebben ook wel eens, die met hem geoefend hebben, die hebben ook wel eens fotootjes doorgestuurd naar mij. Ja, dat is gewoon echt heel leuk om te zien hoeveel plezier dat hij eraan beleefde. Je kon echt aan de uitdrukking van zijn gezicht zien dat hij ervan genoot. Professionals zingen mee en zij geven eigenlijk de toon aan. En het klinkt eigenlijk sowieso mooi, omdat zij meezingen. En alles wat jij doet, is eigenlijk extra. Dat ervaarde ik zelf ook, dat ik naast een operazangeres stond en dacht, ja, het maakt eigenlijk niet uit wat ik doe. Ik zing mee en het klinkt fantastisch. Ja. Nog iets spannend? Morgen? Dat denk ik wel, ja. Ja? Nou, nog niet, maar morgen. Ja. Ik weet allemaal niet meer waar het over. Waar je overkomt allemaal nou. Ja, ja, mooi, ja. Ja, muziek kan zonder woorden bij de mensen, bij een bepaalde mens binnenkomen. Ja, hoe moet ik zeggen? Ja, dat kan. Als je een bepaald muziekstuk hoort, dan kan er iets binnen. Iets ineens voorkomen van potverdorie of zo. Dat zeg je dan niet, maar dat gebeurt met muziek natuurlijk. Je kan bij mensen een bepaald gevoel losmaken. Zonder woorden, maar gevoel. Gevoel, dat is belangrijk. Ik word er wel soms een beetje ontroerd van die Matthäus. Ja. Van die Matthäus, ja, zeker. Dat is een totaal andere orde dan gewoon voor je feestjes. Muziek voor je feestjes, hè? Ja. Nee, ik denk dat het niet alleen maar lol en gezellig en leuk aan het genieten ben, maar dat ik juist ook door die muziek besef dat er ook een kant van lijdensweg en afscheid nemen aan zit. En dat is denk ik wel goed om dat ook af en toe te voelen. Zo. Ik ben momenteel heel slecht. Ik hoor het slecht. Ik zie het slecht. Het zijn niet mijn beste dagen, deze. Het is heel jammer, want ik zou het prachtig vinden als ik u alles beter te duidelijk kon maken en zo. Maar dat zit er niet meer in bij mij. Ja, ik ben een beetje ziek op het moment.
Dus dat vind ik heel jammer, maar het is zo. Dat zijn elke keer weer boodschappen van het gaat achteruit. En wat de Matthäus dan doet, is ik ga vooruit. Dan voel je dat binnen een paar minuten komt de ontspanning. Het wordt mij wel eens gezegd, het contact wat we nu hebben met elkaar, als we even zitten te zingen, hebben we binnen de kortste keren hebben we contact. En eigenlijk op een veel dieper niveau dan wanneer we een uur met elkaar in de kroeg zouden gaan praten. In zijn algemeenheid is het zingen is gezond. Dat is voor iedereen zo. Als het gaat om zingen in een participatiekoor voor mensen met dementie, dan denk ik dat het wekelijkse ritme, zeg maar, en erbij horen, dat het allemaal plussen zijn. En je moet echt zoeken naar plussen voor de mensen met dementie, want die moet je ze bieden. Dat gebeurt gewoon in zo'n participatiekoor. Het is echt de voorbereiding die je moet doen. Hè. Dat is al belangrijk. En dan samenkomen. En dan uiteindelijk de uitvoering. Wat ik dan in de koren nog wel eens doe, is tekst verklaren. Wat zingen we hier nu eigenlijk? Nou, dan krijg je ook zaken als O Haupt vol bloed ontwoonden. Dat dan uit de zaal geroepen wordt van hé, maar het gaat over mij. Ik krijg de doornenkroon ook opgezet. Ik ben degene die ook beschimpt wordt, omdat mijn hoofd niet meer goed werkt. En als je vanuit dat besef O Haupt vol bloed en woonden zingt als mens met dementie, samen met je mantelzanger, krijgt het een totaal andere lading. Mooi vond, we zaten hier in de studio en ik zong mee naast een moeder en een dochter. En toen we ze een week later spraken, zei ze, ach, wat was dit fantastisch. Mijn moeder zong mee als vanouds en ze voelde zich weer heel erg gewaardeerd op dat wat ze was. Dus daarmee gaf het ook weer gesprekstof en kwam de identiteit van die moeder weer terug. Nee, dat is voor mij echt een hele prachtige ervaring geweest om dat daaraan mee te doen, hier om te horen, om eraan mee te kunnen doen. Prachtig. Echt waar. Kunstenaars bieden iets anders dan zorgmedewerkers. Ze zijn vaak veel meer bezig met hun vak. En juist die andere focus en die uitdaging waar eigenlijk de kunstenaars in dit project participatiekoor ook op richt, maakt het verschil. Het toewerken naar een voorstelling, dat is niet regulier in de dagbesteding of in de zorg. Wat ik mee hoop te bereiken, is dat kunst als zorg een vaste plaats krijgt in de samenleving, ook in de zorg en in het sociaal domein. De zorg moet al op een heel andere manier gaan werken en is dat wat er nu in de zorg gebeurt zal ontoereikend zijn. Dat is één kant. De andere kant is dat de zorg ook heel erg in elkaar gezet vanuit een medisch en verpleegkundig perspectief. Terwijl mensen met dementie hebben over het algemeen nauwelijks medische of verpleegkundige zorg nodig die gerelateerd is aan de dementie. Dus waarom zou je die zorg vanuit het medisch of verpleegkundig perspectief dan aanbieden? Meer zang leidt tot minder zorg. Die uitvoering, daar werk je naartoe. Nou was het ook door corona dat er geen publiek in de zaal zat. Dus dat was ook een beetje vreemd. Maar na afloop kwam dan wel in de foyer, zeg maar, het publiek en de mensen die voor ons waren komen kijken. Die waren daar. En dan dronken we nog wat. En toen ging ik ook echt naar huis met zo'n voldaan gevoel van of ik nou een onwijs optreden gehad heb. En toen dacht ik, oh ja, dit is wel ontzettend leuk eigenlijk, ja.
Het ontroert, het blaast je uit de kerkbanken. Het laat eigenlijk alles zien wat je zou willen zien als je het hebt over kunnen mensen met dementie nog meedoen. Nou, dan zie je het daar. Ja, ja dat is goed. Ja. Dat zit natuurlijk veel dwars, hè? Ja. Maar toch, de muziek overwint toch altijd toch wat dan nog bij mij, hoor. Daar los ik moeilijke dingen mee op. Laat me het zo zeggen. Ja. Ik hoop alleen dat die moeilijke dingen niet te zwaar worden, want dan... ja. Ik heb mezelf dan overwonnen. En dat, zo voelt dat ook. En je hebt ook zoiets van meer, 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 natuurlijk. Samen zingen. Ja, dat is het mooiste wat er is. Hè. Dat is het mooiste wat er is. Samen zingen. Dan, ja.